Uiteraard heel erg tevreden met een overwinning uit bij AZ. Die echt goed voetbal speelt. Die makkelijk speelt. Elkaar zeker aanvallend makkelijk kan vinden. En wij komen uit een aardige reeks met een aantal goede ploegen. Waar we steeds net het niet konden bolwerken om daar een goed positief resultaat uit te krijgen. En dan zeker na de bekerwedstrijd van afgelopen woensdag, waar we de eerste helft heel matig speelden. Dan druk ik me nog heel rustig en zachtjes uit. En dan is het heel prettig dat je na 30 seconden op 1-0 komt uit een penalty. En dan zie je dat je de eerste 20 minuten de dingen die we hebben afgesproken, dat we hoog druk wilden zetten, dat we gevaar wilden creëren achter de laatste lijn van AZ, dat eruit komt. En dan krijg je de tweede penalty. Dan zijn we in ieder geval ook klaar met de discussie van de penalty die we afgelopen woensdag hebben gehad. Luigi scoort hem 2 keer. En dan is naarmate de eerste helft voordat is het eigenlijk meer tegenhouden. Het tempo gaat omhoog bij AZ. Je ziet hoeveel moeite we hebben met de lopende mensen van AZ. En dan is het meer tegenhouden. We konden ook niet meer uitkomen. We hielden de bal niet meer vast. Maar in ieder geval heb ik wel een team gezien dat er volledig voor ging. En dan de tweede helft verandert AZ, gaat wat opportunistische spelen, in ieder geval op papier met twee grote spitsen, sterke spitsen. En komt uiteindelijk in een 4-2-4. En dan is het overleven. Nou, dan heb ik mijn ploeg dingen zien doen die ik bijvoorbeeld afgelopen woensdag niet gezien heb. Met 3 man voor de bal gooien, tackles. Net die paar procenten er meer kunnen doen om een goed resultaat. Ja, en dan verloopt die tweede helft eigenlijk hetzelfde als de eerste. Op het einde van de eerste helft tegenhouden. En op het einde kunnen we nog een paar keer eruit komen. Waar we de mogelijkheden hebben met de ruimte die er ontstaat. En als ik de teamprestatie is natuurlijk was top. En als ik er 2 spelers mag uitlichten van mijn team. Wat ik normaal gesproken niet echt doe. Maar als ik kijk naar mijn 2 centrale verdedigers. Wout Vaas en Jurgen Martij. Die hebben vandaag echt als verdediger gespeeld, duels gewonnen. Geen angst gehad om in de tweede helft 1-1 te spelen. Dus dat was als verdediger goed om te zien. En uiteraard erg tevreden en blij met de 3 punten vandaag. Dankjewel, John. Nou, ik was heel erg verrast hoe wij vanmiddag aan deze wedstrijd zijn begonnen. Omdat we speelden de laatste wedstrijd in deze competitieronde. We hebben natuurlijk allemaal de uitslagen gezien. We hebben veel ook wedstrijden gezien. We hebben dat nog aangegeven. Jongens, zorg ervoor dat wij gelijk vanaf het begin doorgaan. Waar we al een aantal weken mee bezig zijn. En ja, ik zeg net tegen die jongens. Tegen Sparta zijn we wat minder geëindigd. En vandaag zijn we gewoon slecht begonnen. Slecht begonnen waardoor we eigenlijk uiteindelijk, en dat is makkelijk achteraf, kansloos tegen die 2 strafschoppen aanlopen, 0-2. En hebben we nog wel geprobeerd na een kwartier, 20 minuten om het te keren. En dat is niet gelukt. En dat is niet gelukt door onszelf, maar zeker ook door het verdedigen van Excelsior. En ik ben het helemaal eens wat Mitchell zegt. Die hebben ze echt als grote kerels verdedigd en hun ziel en zaligheid ervoor en erin gegooid om die 0 vast te houden. Compliment daarvoor. En ja, wij waren vanmiddag daarin niet bij machten om het tijd te keren. En we hebben dat geprobeerd in de rust. Dat had niks met Joris of Thomas te maken. We hebben geprobeerd om toch iets anders te gaan spelen met 3 mensen achterop. Het gek is dat we daarin veel beter verdedigd hebben dan met 4. Maar ja, dat is vaak zo. Maar ook daarin hebben we niet echt het verschil kunnen maken met het creëren van kansen. Een beetje pech, bal op de lat van Paul. Op de paal van Wout en op de paal van Marco. Ja, dat is altijd in dit soort wedstrijden. Dus ik denk dat we een mindere wedstrijd voor ons hebben gezien. En ja, die zitten er wel eens tussen. En we hebben weer voer genoeg. En dan met name over de corners. Daar ben ik zeker niet tevreden over. De jongens die wij hebben, kunnen we daar veel beter mee omgaan. Ik kreeg net te horen 26 corners die we gehad hebben en er was er niet 1 gevaarlijk, dus dat kan niet. Maar dat zijn details die we verder kunnen bespreken met elkaar. Thanks. Dankjewel. Voor vragen is er een microfoon in de zaal. Iemand? John, is dat puur psychologisch aspect dat je dan zo slecht begint? Of is het te goed gegaan de wedstrijden daarvoor? Verder heb je alles in de voorbereiding gedaan om je optimaal aan de start te beschrijven? Ja, tuurlijk. Wat ik zeg, je bereidt je ploeg vanaf
woensdag. Want we hebben dinsdag natuurlijk nog gespeeld voor de beker. Dus tijd genoeg om je voor te bereiden op een Excelsior. Wat altijd, dit is al veel jaren zo, heel veel voetballend vermogen heeft. Juist daar willen we kort op zitten, druk op zetten om ons eigen spel weer te kunnen spelen. Zijn we mee bezig geweest? Je geeft het nog aan voor de wedstrijd, wat ik zeg. Hè, van jongens, er zijn genoeg verrassingen. Laten wij dat niet zijn vanmiddag. En ja, dat is toch niet gelukt. Dus we kunnen heel lang daarover kletsen. Ik kreeg net al de vraag, is het dan toch te druk om eventueel de koppositie in handen te krijgen samen met PSV? Die weliswaar een veel beter doelsaldo hadden opgebouwd vanmiddag. Ik vind dat onzin, want ik denk dat we ook vanmiddag heel veel goede dingen nog gezien hebben. En dat er heel veel voetbal in onze ploeg zit. Alleen, het is ook bijna een wet in het voetbal. Dat als je slecht begint aan een wedstrijd, dat het vaak heel moeilijk is om daar overheen te komen. Ook als dat nog gepaard gaat met 2 goals. Dus het is niet gelukt. En we zullen ons weer moeten oprichten om volgende week weer hier thuis tegen Feyenoord te staan. Maar ik kan me voorstellen dat Gio hetzelfde zegt na gisteren. Dus we zullen het zien. Iemand anders nog? Dan dank ik iedereen voor uw bezoek en wellicht tot volgende week.